feesten met Hermien. Hij zet zijn fiets tegen een boom en loopt naar binnen. Een vriendelijke lachende vrouw vraagt of ze iets voor hem kan doen. Burgemeester Ruud Vreeman las vandaag de kinderen van de Borgmanschool in de Jacobijnenstraat voor uit het boek Altijd Feest. De Zestigse Kinderboekenweek ging vandaag van start en dat moet gevierd worden. Het thema is dan ook feest. Boeken over feesten staan centraal. Verjaardagen, bruiloften, Halloween, Sinterklaas, suikerfeest, feesten over de hele wereld. Lezen is zo belangrijk in je leven, zo leuk en spannend. En als je in zo'n kinderboekenweek met zo'n mooi onderwerp als feest wat voor kan lezen, dan zie je dat kinderen daar ook van genieten. Dat vind ik heel erg leuk. De kinderen vonden het erg leuk dat de burgemeester langskwam. Leuk en ook wel best wel spannend, want hij komt niet elke dag langs. Nou, ik vind het wat leuk. Ik vond het leuk om te horen. En ik heb ook nog een handtekening en daar ben ik best wel blij mee. Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Lezen heeft heel erg te maken met ook je eigen fantasie laten werken. Kijk, met films zie je alles voor je. Ze kijken natuurlijk ook veel tv en zo. Maar met boeken kan je natuurlijk ook je eigen gedachten en je eigen filosofie, je eigen verbeelding eigenlijk stimuleren. En dat is natuurlijk het leuke van lezen. Dat je zelf een verhaal in je hoofd een beeld kan vinden, dat vind ik het allerleukst. Ik lees heel veel boeken van Carrie Slee en Francine Omen. En ja, ik vind lezen zelf superleuk, maar alleen dan moet het wel een goed boek zijn. Want als het een boek is die ik niet zo leuk vind, dan vind ik het niet zo aan. De komende dagen wordt er op de Borgmanschool extra veel aandacht besteed aan lezen. De kinderboekenweek duurt nog tot 12 oktober.